mag niet. Het blijft gewoon helemaal onder de waterlinie. Vlak. Oké, okay. Heb je het gehoord? Het voelsleven van de steekbaars is niet verpletterend. Het meest bijzondere van natuurfilmen is dat er soms dingen gebeuren voor de camera die helemaal niet geregisseerd zijn. En zo zijn we uiteindelijk, lagen we uiteindelijk een keer in een plas, in een meer, en stuiten wij op een snoekbaarsnest. Snoekbaarsen zijn vrij zeldzaam, eigenlijk heel schuw. Als zeg maar duiken onder water kom je die zelden tegen. En daar troffen wij niet één nest aan, het waren op een gegeven moment 10 nesten met 7 snoekbaarsen. Enorme kraters, kleine eitjes en een prachtig fenomeen om te zien wat we een aantal weken hebben kunnen volgen. Dat de snoekbaars onvriendelijk is wel te begrijpen. Want in de kuil liggen miljoenen eitjes. Het vrouwtje is al vertrokken en hij moet de eitjes beschermen. Door te waaieren met zijn vinnen voorziet hij ze van vers, zuurstofrijk water. Ontzettend leuk en spannend. We zijn op heel veel plekken in Nederland gekomen omdat we de reis filmen van de Noordzee naar de Beverpoel. Dus je begint in het zoute water, dan ga je de Oosterschelde door. Die beestjes moeten door de sluizen, je komt door de rivieren en de beekjes. Dus het was voor onszelf ook een hele mooie reis. Ik ben een aantal keren mee geweest met draaien en het was af en toe ook wel hilarisch. Want dan lagen ze dus in heel ondiep water. En dan staken er een paar billen uit en een paar duikflessen. En dan dacht je, wat doen ze nou onder water? En dan kwamen ze toch weer met fantastische dingen belanden. En ik vind het mooie dat zij erin geslaagd zijn om zulke visjes, in beeld te krijgen dat het je grijpt, dat het ontroert. Vonden ze zelf ook. Ja, ze werden er zelf ook door geraakt. De avonturen van ons kleine Nemootje en dan die twee stoere duikers erachteraan. Ja, en het was ook een koddig en grappig gezicht. Gaat-ie, hou je vast, hè, jongens? Mark wilde heel graag de regisseur een paai in de snoek in de film hebben. En de meeste biologen zeiden tegen ons, ja, dan moet je februari, maart, misschien nog begin april, maar dan is het echt over. En we hebben op heel veel plekken gekeken, heel veel plekken snoeken gezien, geen enkel paaigedrag, heel af en toe een zwanger vrouwtje van, ja, het moet toch nog wel gebeuren. Op een gegeven moment hebben we in mei gezegd van, ja, sorry Mark, dat gaat echt niet meer lukken. We zijn te laat, we hebben hem gemist, we hebben het niet kunnen filmen. En wat denk je eind mei? We komen op een plek en daar is die snoek aan het paaien. Dus ja, dat is ook de natuur, hè. Soms is de natuur heel laat, soms is het de natuur heel vroeg. En dat was uiteindelijk wel weer een geluksmomentje. Wat wij nog meer geleerd hebben door deze film is dat filmen van natuur onder water, daar heb je gewoon zoveel andere mensen mee voor nodig. Het lukt je zonder organisaties zoals Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, de landschappen en al dat soort ecologen en mensen met een liefde voor de natuur, lukt het niet om op de juiste plekken op de juiste momenten te zijn. Er ging voor hen een wereld open en voor ons eigenlijk ook. Toen hadden ze zo enorm de smaak te pakken. Toen kwamen zij met steeds mooier, mooier, mooier materiaal. En aan het eind van de film, en dat vind ik echt gaaf, zeggen zij ook van het filmen in zoet water. Fantastisch, ongelooflijk spannend. Nog veel spannender dan in de Noordzee. Dat vind ik echt te gek.